Hoe vervelend was deze tweede helft? Ja, heel vervelend. Je staat met 10 man en al snel kom je 2-0 achter. Daarna valt het 3-0, 4-0. Dan weet je dat de wedstrijd gespeeld is. Dan wil je de schade beperken zoveel mogelijk. En dan sta je echt met een vervelende gevoel langs het veld. Dat het beter moet, is duidelijk. Het is bekend dat er interesse voor je is. Hoe concreet is het dat jij die kant op gaat? Ja, ze hebben wel wat neergelegd bij de club. Dus dat is wel heel concreet. Ze willen me heel graag hebben. Ja. Ik zit al jaren bij deze club. Voel me wel betrokken. En we stinken het best om elke wedstrijd goed te presteren. En ja, de leiding weet hoe ik erin sta. Daar ben ik wel eerlijk over. Het is nu aan de club om het rond te maken. En als dat niet gebeurt, dan... Tja, je doet het niet voor het geld namelijk. Iemand die dat zegt, dat hij het doet voor het geld, liegt. Je bent een van de eerste die er zo eerlijk vooruit komt. Ja, klopt, klopt. Je doet het niet voor het geld, je doet het niet voor de KNVB, je doet het voor je club. En het vriendschap wat je bij de club maakt, dat bepaalt natuurlijk wat er gebeurt. Op dit moment is de... Ja, dat is goed. Op dit moment is de club het belangrijkste. En we hebben het nu al 2 jaar goede seizoen achter de rug. Hè? En dat wil je graag doorzetten. Trots? Ja, dat kan je wel zeggen. Wel heel trots. En ook op mijn collega's. We doen het samen met het team. Toekomst? In de toekomst wil je wel wat beter worden. En je streeft gewoon om beter te worden. Het is toch wel even aanvoelen. Iets van vakmanschap, hè? Dat leer je alleen door te zetten en niet zomaar van een papiertje. Laatste vraag zonder jullie. Kunnen de clubs dan nog door? Nee, ik vind zelf van niet. Zonder ons is er geen wedstrijd meer, kan er geen wedstrijd gespeeld worden. Echt niet. Succes en bedankt. Graag gedaan.